mensen, ik ben Sam en leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe aflevering van Hunger Games. Jongens, vandaag zitten we weer in Blitz, maar deze keer zonder kids. Ik zei de vorige aflevering van, nee, ik ga echt geen Blitz Survival meer doen. Oh my god, ik stop er gewoon mee en ik ren ook gewoon meteen weg. Maar ik zei ze van, ik ga het gewoon niet meer doen. Maar toen zei iemand in de chat van, Sam, je moet gewoon no kids spelen. Bam, easy game, easy life. No kids en je wint. Dus let's fucking do this. No kids heb ik geselecteerd. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ben nog een beetje rusty. Ik ben niet meer ziek, dus dat is super chill. Hey, ze kan niet meer zeggen van, oh my god, jongens, ik ben zo ziek en ik ben zo slecht en weet ik veel wat. Ja, dit is nogal ongemakkelijk. Het is een tijdje geleden, zoals ik al zei, dat ik Blitz weer heb gespeeld en überhaupt survival games. Dus de eerste paar afleveringen zullen een beetje rusty zijn, maar ik ga gewoon mijn best doen, right? Hierna ga ik proberen op Mineplex, want Mineplex is ook waar ik survival games heel vaak op heb gedaan en ook heel heb voor geoefend voor de Able Gamers natuurlijk. Dus daar gaan we ook gewoon in. Ik weet alleen de chesten niet en dat is een beetje een probleem en dat zal waarschijnlijk ook mijn handicap zijn. Ik weet gewoon alle chesten niet. Ik weet alle goede chesten. Ik weet wel dat eentje daaronder als het goed is zit. Dat is het enigste. There we go. Hallo, mag je open? Wauw, dit is nou echt de beste chest ooit. Yes! Ik heb de beste chest ooit gevonden, jongens. Damn, damn, damn. Kijk, als het goed is zat er daar eentje onder. Maar ik weet dat ook niet meer, gewoon zeker. We gaan in ieder geval hier checken. Jongens, ik zou zeggen, doe ook allemaal dat blauwe duimpje omhoog natuurlijk. Want de vorige aflevering 1400 likes gehaald. Ik krijg hem niet open. Ik heb gewoon lag op de Hypixel. Wauw, misschien ligt het daar wel aan. I don't know. Ik heb in ieder geval gold sword, dus dat is super chill. Maar jongens, 1400 likes vorige aflevering gehaald. Super vet, super gunstig. Thank you very much daarvoor. Dat is insane. Ik zou zeggen, klik allemaal gewoon op de blauwe duimpje omhoog. En laten we gewoon wellicht weer gewoon de 1400 halen. Of 1500 zelfs. Even gaan kijken waar ik nu naartoe ga. Ik heb in ieder geval... Ik ben nog niemand tegengekomen. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Ik ben ook heel erg blij dat niemand een kit heeft. Want het probleem is dus aan een kit... Die dingen zijn heel erg OP, vind ik. Vooral in Blitz Survivor Games zijn kids gewoon heel erg sterk. En hier, of nu in ieder geval, is dat niet zo. Nu is het gewoon puur skill, heb ik het gevoel. En mensen zeggen, ja, je moet jitter klikken enzovoort. En als mensen niet weten wat jitter klikken is, dat is gewoon dat je je hele arm eigenlijk gaat gebruiken om een knop te klikken. Dus als jij vet snel moet gaan klikken, dan als het goed is staat er hier toch eentje onder. Ja, there we go. Kijk, dat weet ik dan nog. Dat is gewoon ontiegelijk snel klikken, jitter klikken. Dat je gewoon met één vinger gewoon druk gaat. Ja, mensen zeggen dat ik dat moet gaan doen, want dan own je en dan ben je beter. Nou ja, dat zeggen ze niet direct, maar ze zeggen van, misschien moet je dat gaan proberen. Nee, dat heeft geen zin. Jitter klikken heeft echt geen zin. Vooral nu 1.9 eraan komt, heeft jitter klikken echt geen zin. Ik deed het vroeger wel, alleen je kan gewoon niet goed richten dan, weet je. Je kan gewoon heel slecht richten en mijn hand ligt dan ook niet lekker, you know. Dus nee, dat ga ik niet doen. Ik ga hier gewoon off-road. Waarom ga ik off-road? Omdat ik weet niet waar al mijn chesten liggen. En als ik nu iemand tegenkom, dan ben ik pretty much fucked. En ik heb gewoon nog één chest nodig. Dus wat ik eigenlijk wil gaan doen, is zo snel mogelijk even rond gaan kijken. Sowieso gaan eten. Zal ik daar eens gaan kijken? Ik weet zeker dat die boot al is geloot. Ik weet dat echt 100% zeker. Wellicht loopt daar gewoon iemand. En, oeh, kijk, there we go. Kijk, dit zocht ik dus. Yes, dat zocht ik, jongens. Weer echt gewoon de beste chest ooit. Het beste is, en dat heb ik... Tenminste, dat denk ik. What the fuck is dat allemaal, man? Vliegen al die blocks? I don't know. Is gewoon zo een beetje onder water blijven, right? Dan zien ze je, denk ik, minder. Ik denk het niet. Ik denk niet dat ze je minder zien, maar misschien wel. Er zijn nog 11 players over. Over 5 seconden komt de Nether Star, de Blitz. En there we go. Hij zit nu random in een chest, ligt de Blitz Star. En de Blitz Star is eigenlijk een super power-up, om zo te zeggen. Maar het is niet een OP super power-up. Ik weet niet meer of het OP. Eerst was het helemaal niet zo super OP. Viel het echt reuze, maar ook echt reuze mee. Misschien valt het nu ook wel mee. Ik hoop het wel. Ik heb redelijk een keer. Ik heb geen iron, wat misschien wel echt heel erg naar... kan zijn. No chesterino hier zo. Dat is wel een beetje vervelend. Misschien hier beneden of zo. Hier een chest. Crafting bench. Dat is ook altijd wel goed om te weten. Ik heb alleen niks om te craften. Dat is een beetje vervelend. There we go. Ik heb een boog. En we hebben damage resistance. Dat is ook heel erg fijn. En we hebben slowness. Slowness is echt bagger. Tenminste, uit mijn ervaring is slowness bagger. En heb je er echt helemaal niks aan. Tenminste, je kan, als je moet wegrennen, is het wellicht chill. Misschien is dat wel gunstig. Daar loopt een dude. Die komt natuurlijk net van de boot vandaan. Maar... Zal ik hem gaan killen? Ah, hij wil mij gaan killen. Die dude wil mij gaan killen. Hij lagt fucking hard, jongen.
Ik weet niet eens... Hij lijkt fucking hard, deze dude. Like, damn. Kijk, die dude dan. Ik kan hem moeilijk... What the fuck is dit, jongen? Hypixel Plus. Hypixel Plus. Ik kan hem niet eens hitten. Ik weet niet eens waar die dude is, jongen. Hij teleporteert gewoon elke keer een stukje naar achter. Wauw. GG Hypixel. Ik ga hem ook gewoon niet killen. Hier, anders gooi ik een slowness potion op je, bitch. Waar is die dude? Ik zie hem niet eens. Wauw. Hypixel, please. Wauw, wauw, wauw. Weet je wat? Ik ga gewoon weg. Ik heb hem genoeg gehit. Misschien kan ik hem niet killen, right? Maar ik moet hem nu ook niet killen, want die dude heeft gewoon te veel lag, right? Dus als ik hem nu probeer te killen... En hij gaat ook echt weg. Als ik hem nu probeer te killen, dan kom ik niet ver. Tenminste, dan kost het mij waarschijnlijk ook heel veel levens en is het gewoon gevaarlijk. Dus we gaan gewoon als een pussy gaan we wegrennen. Sam is pussy, confirmed. Maar wellicht ligt hier nog wel een chille chest. Ik weet dat die dude hier is geweest. En ik weet dat die dude al deze chests hoogstwaarschijnlijk heeft meegenomen. Daardoor heeft hij chille gear. Maar misschien heeft hij er eentje geskipt en zit die Blitzstar erin. Dat zal echt dat zal heel fijn zijn. Dat zal echt heel erg ziek zijn. Ik weet nog steeds alle chests niet hier. En ik heb echt heel weinig chesten. Maar ik vind het al een stuk... Het gaat ook al een stuk beter dan met Kit. What the fuck is dat dan weer voor deur? Het gaat al een stuk beter met Kit. Of zonder Kit, jongens. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Ja, ik wist dat er eentje daar helemaal zat. Dus laten we daar maar naartoe gaan, denk ik. Helemaal hier zo. Dan lopen we hier verder. En daar zo staat hij. Ik denk dat deze niet is geloot. Oh, jawel dus. Laten we nu die kant op gaan en dan gaan we zo verder. Er zijn nog 7 mensen over. En over 3,5 minuut is er een chest reset. Dat is ook echt super fijn, die chest resets. Want dan heb ik denk ik dan het meest kans. Want ik heb het minst loot. Denk ik van iedereen. Dan durf ik bijna wel te zeggen dat ik minst loot heb. Kijk, zoals deze is leeg. Hier is al een dude geweest. Maar die is denk ik niet hier in de buurt. Ik denk dat ze allemaal weg zijn. Misschien was het wel dezelfde dude die ik tegenkwam. Ik ben er maar echt... 2 mensen tegengekomen. Dat is echt heel weinig. Echt heel erg weinig. Oep. Eentje helemaal in het begin. Dat kan ik eigenlijk niet echt meetellen. Die liep recht achter me. Ik weet niet waar ik allemaal naartoe ga. Maar ik hoop dat ik hier gewoon een random chest vind. Helemaal alleen. Die nog niet is gepakt door iemand. Daar hoop ik nu op. Maar ik denk niet dat dat het gaat worden. Ik loop hier echt heel erg in het openbaar. Iedereen kan me zien. Ja, dit is niet... Ah, shit. Ik kan natuurlijk geen blokken breken. Dammit. Oké, we gaan naar beneden springen. En we gaan daar naartoe. Zoals ik al zei, we gaan gewoon een rondje. Maar ik kon beter via naar boven gaan. Zie ik daar toevallig een chest nog? Nope. Oh, daar zie ik een chest. Nice. En over 2,5 minuut, chest refill. Zijn heel veel mensen dood. 4 mensen nog over. Die 4 mensen, moet je vanuit gaan dat ze echt iron hebben. En een diamond sword en weet ik veel wat. Right. Daar moet je altijd vanuit gaan. Maar, jongens, ik vind het al helemaal niet erg. Al kom ik in de top 3. Want dit is mijn tweede game. Nou ja, eigenlijk de tweede aflevering kan ik beter zeggen. Nou, wat zal het zijn? Misschien een anderhalf jaar geen Hunger Games hebben gedaan. Misschien iets minder. Maar, ik heb zoveel sticks. Like, geef me... Oh shit, daar is iemand. Daar is een enemy. Oh shit. Ja, zoals nu, weet je. Dan ben ik gewoon fucked. Dan ben ik gewoon fucked. Nu moet ik gewoon wegrennen. Ik moet nu gewoon wegrennen. En hij gaat me blijven schieten. Dat is logisch. Die dude gaat me gewoon blijven schieten. Maar ik heb niet echt een kans. Hoe de fuck weet hij dat ik een YouTuber ben? Misschien omdat ik in het wit sta. Misschien omdat ik in het wit sta. Ik denk het wel. Maar ik begrijp nog steeds niet hoe ze dat kunnen vinden. Hoe ze weten dat ik een YouTuber ben. Dat vind ik gewoon heel erg vreemd. Alright. Iemand heeft de Blitzstar gevonden, jongens. Iemand heeft de Blitzstar gevonden. En dat is die dude daar. Die heeft de Blitzstar gevonden. Anders gaat... Denk ik niet. We gaan hem gewoon proberen te killen. Ik weet niet waar die is. Wauw. 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 Holy shit. Holy shit. Ik word gewoon zo hard gerekt hier zo. Omdat die combat helemaal anders is op Hypixel. Je moet veel sneller slaan. Dus misschien moet ik wel gaan jidden klikken. Je moet echt hier veel sneller slaan dan normaal. Wauw. In ieder geval, dit was een redelijk potje. Ik ben vierde geworden. Redelijk potje. Tijd voor de next game. Oh, damn jongens. Als ik dit zie, is dit een nieuwe map voor me. Oh nee, deze heb ik nog nooit gedaan. Nog nooit gezien. Dit is de eerste keer dat ik ooit in deze hele map zit. Dus ik ben benieuwd. Het zijn triple coins worden eraan gezet. Zoals je al ziet. Ik denk dat ik wel meteen naar het midden ga rennen. En ik denk dat ik die ga pakken. Ik denk dat ik die ga pakken. Ja, laat ik dat gaan doen. Here we go, here we go. Oké, well. Mensen zeggen tegen mij dat een fishing rod heel erg belangrijk is. Die zeggen dat een fishing rod echt super chill is. Dus ik neem jullie advies op en ik ga hopen dat... Oh, shit. Well, ik ben fucked. Dit is niet chill. Ik ga daarin. Ik ga die dude achtervolgen die hier naartoe is gegaan. Ik denk dat het heel erg goed is. Laat ik deze op 1 doen.
En ik weet dat al het loot hier weg is. Dus ik wil hier eigenlijk zo snel mogelijk weg. Het liefst wil ik hier zo snel mogelijk weg. Oh, wauw. Hij heeft niet al het loot meegenomen. Hij is niet overal geweest. Waar de fuck is die... Wat de fuck gebeurt hier? Hallo? Hallo? Het chillest is, iedereen heeft hier last van. Ik ben niet de enige die hier last van heeft, right? Van een lag. Want ja, het is niet dat ik weet ik veel wat aan het uploaden ben. Daar zijn ze aan het vechten. Ik heb nu een hele mooie kans om hun ook allemaal te gaan killen. Ja, yeah, there we go. Ik moet deze killen. Ik moet die killen. Ik kan hem gewoon niet hitten, jongens. Ik kan dit gewoon niet. Het is gewoon zo moeilijk om iemand te hitten die fucking veel lag heeft. Kijk dan! Kijk dan! Dat is gewoon onmogelijk. Holy shit. Het is gewoon... Voor mij is het gewoon zeer theoretisch onmogelijk om iemand te hitten met fucking veel lag. Want je weet in godsnaam niet waar hij naartoe gaat. En ik kan hem nu wel leuk gaan chasen. Maar dat heeft ook dus helemaal geen zin. Dus wat ik ga doen... Ik ga deze dude proberen te killen. Nee, dit gaat me ook niet lukken. Hij heeft een stone sword. Oké, ik ben nu zo fucked. En het is niet chill, want er is fucking veel lag. Maar zoals ik al zei, lag kan ook in je voordeel werken. En er loopt niemand nu achter me aan. Jawel, er loopt wel iemand achter me aan. God damn it. Oh my god, dit is echt vervelend. En al het onweer is ook zo irritant, jongen. Damn. Ze rennen nog steeds achter me aan. Daar is een Deuterino. Die gaan we gewoon afsnijden, zo. Yeah. Woehoe. En dan jumpen we zo. En dan jumpen we zo. En dan jumpen we terug. En dan jumpen we door iedereen heen. Wow. Oh shit. Sprinten. Dude, zagen jullie het? The jukes are real. Oh shit. Oh shit. Oh my fucking god. Oké, please no. Please no. Oké, ik ben dood. Ik ben dood. Ja. Maar de jukes waren real, jongen. Oh, dit is geen leuke maps. Maar de jukes waren real. Oké, jongens. Ik heb... Nee, deze map heb ik ook nog nooit gedaan. Anubis of zo? Oh, wauw. Is dit met Kit? Nee, niet. Oké, gelukkig niet. We zijn er boven. Dus ik denk dat het handigst is dat we gewoon weer meteen direct gaan wegrennen, right? Ik denk dat handigst is. Dat we gewoon meteen gaan sprinten. Ver weg hier vandaan. En dit ziet er niet goed uit, jongens. Een tempel. Dat, ik weet niet. Dat ziet er niet. Dat ziet er uitdagend uit. Dat ziet het er wel. Het ziet er heel erg uitdagend uit. Like, don't get me wrong. Alleen, ja, dat bedoel ik. Dit is niet goed. En Herobrine komt op me af. Dat is ook altijd super chill. Als Herobrine denkt echt van... Nou, hey, Herobrine. Ik kom je even halen. Nou ja, omgekeerd eigenlijk. Sam, ik kom je halen van Herobrine. Maar anyway, we zijn binnen. We gaan omhoog. We gaan helemaal omhoog. Omhoog op de temple. Ik ben benieuwd wat ze hier gaan vinden. Ik weet niet waar alle chesten zijn, maar dat maakt niet uit. Want dat gaan we allemaal leren ondertussen. Kunnen we hier omhoog? Ja, hier kunnen we omhoog. Nice. Bam. Ik wou net zeggen, als hij boven geen chest is en geen goede chest, dan weet ik het ook niet meer. There we go. There we go. Dat is wat we willen zien, boys. Dat is wat we willen zien. Zieke Gearinos. En nu kunnen we wel... Nu kunnen we wel gaan ownen, right? There we go. Kijk, dat is echt wat ik wil zien. Dit is nou een goede kit. Om te hebben. Oh, wow. Die zit naar beneden? Want ze kunnen hier naar beneden allemaal? Wait, what? Wait, what? Oké, wel, we gaan gewoon weer terug. We hebben een boog, 12 arrows en ik heb een stone sword. Alleen, nogmaals, als er een lag is, dan heeft dat helemaal geen zin. Dan heeft dat serieus helemaal geen zin. En zoals jullie al weten, er staat genoeg lag. Er is hier serieus genoeg lag om al mijn schoten te missen. Ook omdat ik niet goed ben. Ik bedoel, ik ben niet de beste in PvP. Ik weet al die strafe runs en weet ik veel wat niet. Mensen kunnen combo's maken met fishing rods. Toen ik Minecraft speel... What the fuck? Toen ik gewoon Minecraft... Oh shit, daar is daar een dude en die is fucking sterk. Er is hier een dude en die is fucking sterk. Holy shit. Kijk, zoals dat. The jukes are real, jongen. Dat bedoel ik. Like, what the hell? Ik weet gewoon niet wat ik verkeerd doe. Moet ik wegrennen? Maar die dudes, die rennen mij er altijd uit. Like, god damn it. Godver, ik ga nog één potje doen. Nog één, de laatste. Oké, jongens, zelfde map. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ben serieus heel erg benieuwd. Zoals je al ziet, ik ben gewoon niet meer goed in Hunger Games. Eerst was ik redelijk goed in Hunger Games. Nu, nee. Reken maar op dat ik gewoon echt fucking slecht ben. Dus we gaan ook gewoon meteen naar het midden. Hoppakee, pak meteen die en we rennen weg. Right, we rennen. Ik vind het zo irritant als je shift klikt dat het meteen helemaal rechts komt. Dat heb ik zo'n hekel aan. Want waarom, right? Waarom? Oké, we gaan mijn eerste kill maken. Kijk, dat bedoel ik. Ik kan hem gewoon niet eens killen. Want hij krijgt een zieke knockback. En als ik iemand kill, dan haal ik hem niet eens. Like, are you kidding me? Als ik deze niet kill, hè? Als ik deze niet kill. Ik kan... Ik begrijp het niet. Ik begrijp dit echt niet. Ik begrijp het gewoon niet. Ik begrijp het echt niet. Dit is gewoon bizar.
Dit is gewoon misschien zijn het hackers. Misschien zijn het hackers. Ik denk het niet. Ik denk serieus dat ik gewoon iets verkeerd doe hier op de Hypixel server. Dat het gewoon... Dit is gewoon niet normaal Minecraft voor mij. Ik bedoel, de combat is hier, voelt echt gewoon heel erg anders. Laat even weten in de reacties of dat zo echt is, jongens. Ik bedoel, is de combat nou heel handig, anders op Hypixel? Of ben ik nou gewoon heel erg slecht? En raakte ik daar? Ik raakte drie... Als het goed is, miste ik daar 3 of 4 hits. Maar hij had een stone axe en ik had een stone sword. En toch... Op fucking, hoe heet het? Cubecraft hitte hem, weet je, dan met 3, 4 keer of zo. En dan is hij dood. Hier moest ik hem echt 6 tot 10 keer hitten of zo. En hij mij 5 tot 10 keer of weet ik veel wat. Jongens, laat het alsjeblieft weten in de reacties. Volgende is Mindplex. Ik ben heel erg benieuwd. Jongens, bedankt voor het kijken en ik zeg peace.